Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik als zwemmer voor snorkelen 2. Snorkelen is mijn favoriete sport, want ik hou van onder water zijn en onder water kijken. De sprong die ik nu laat zien heet schedelsprong. Hierna moeten we een stuk borstcrawl doen. Met flippers aan is dat extra leuk, want je gaat lekker snel. Dit is onze tweede oefening. Hierbij moeten we 3 ringen in 1 duik van de bodem pakken. Kijk, ik blijf zo lang onder water dat de cameraman me even kwijt is. Daar ben ik. Kijk, opnieuw een schedelsprong. Nu mogen we het masker pas in het water opdoen. Ik ben als eerste die vooruit gaat. En deze slag heet dolfijnslag, met 2 voeten tegelijk. Bij de volgende oefening staat er een emmer ondersteboven op de bodem. Via een slangetje moeten we daar lucht in blazen. Als je het goed doet, drijft de emmer omhoog. Hier moeten we goed plat op de bodem kunnen liggen. Nu moeten we 3 keer door de hoepel. 1 keer er gewoon rechtdoor doorheen, 1 keer linksom en 1 keer rechtsom. Klaar! En mijn opa en oma's kijken ook. Dus mijn ouders zijn niet de enige. En dit is de cameraman. Het laatste stukje zwemmen. Eindelijk. Dit is de meester. Klaar. Hier krijg ik eindelijk mijn diploma. High five, meester. Ik ben echt zo blij, maar dat zie je niet aan mijn gezicht. Of toch wel? Kijk! Duimpje omhoog voor mij. Mijn oma die zegt dat ik nu veel diplomas heb, maar ik heb er maar 4. Dit was het voor vandaag. Abonneer zeker op mijn kanaal hier beneden en smash dat duimpje omhoog als je me knap vond. En dan zie ik jullie bij de volgende keer. Doei doei!